Welkom bij Vlogmasdag 17. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdag vandaag. Ik ben lekker wakker. Het is inmiddels 9:30. Ik ben al een tijdje wakker. Ik heb alleen make-up nog niet gedaan. Het is gewoon een lekker relax ochtend. Ik heb vanmorgen gedoucht, dus mijn haar is nog een heel klein beetje nat. Maar dat droogt alweer. Ik heb een ontbijt gemaakt. Dan zullen we denken, wat hamburgers? Ja. Als ik tussen niks heb, ontbijt ik eigenlijk altijd heel stevig. Ik heb gisterochtend gebakken eieren gegeten met spek en paprika en weet ik het wat allemaal. En ik had nu niet trek om weer gebakken eieren te eten. Dus ik heb een hamburgertje klaargemaakt op een geroosterd boterhammetje. Dus die ga ik even eten. En als het op is, ga ik daarna mijn make-up doen. Eet smakelijk! Oké, het is adventkalendertijd. Ik heb gegeten. Dagje 17 alweer, jongens. Nog echt super weinig dagen en het is kerst. Het is echt gewoon... Het gaat zo snel. En het ging me ook goed af. Ik wil nog even afkloppen, maar eigenlijk ging vlogmas me hartstikke goed af. Het is niet dat ik gestruggeld heb om dingen te uploaden of dat dingen te laat kwamen. Alles is op zich op tijd geweest. Dus daar ben ik wel heel blij om. Het is me toch gelukt, jongens. Oh, dit is zo cute. Hoe is het vast? Oh, dit is een heel klein etuietje. Oh, dit is echt super leuk. Dit is heel cute. Daar ben ik heel blij mee. Het is echt heel leuk. Volgens mij zeg ik dat elke dag, dat ik er heel blij mee ben. Dat het heel leuk is. Even kijken, dag nummer 17. Oh, die zit hier. Dat is ook weer een grote. We blijven steeds groter openmaken. Het voelt heel licht. Oh, dit is leuk. Dit is een... Wat is het? De kwaas blauwe oogschaduwpotlood. Tenminste, eyeliner. Dit is echt tof. Dat vind ik nou echt wel leuk. Oké, dagje 17 hebben we ook weer gehad. Eén minder leuk dingetje. Mijn moeder gaat straks met mijn opa en oma naar de Kranenbroek in de Avri in Dongen. En ik moet zo werken. Dat is echt jammer. Maar goed, daar doen we niks aan. Ik ga mijn make-up doen. Want dat moet ik nog steeds doen. En ik zie me er zelf echt wel voor aan dat ik straks gewoon vrolijk de deur uitloop zonder. Niet dat het heel erg is. Maar ik zou het toch wel leuk vinden als ik het nodig een beetje op heb. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Oh, ik heb de hik. Dus stil, even het poefje pakken. Anders zit ik er net niet goed voor. En dan gaan we... Maar... Oh, ik heb de hik door het snelle eten. Dat is echt vervelend. Het is trouwens nu 9:45, dus... 10:00 ben ik echt wel klaar. En dan kan ik nog even lekker gaan chillen en mijn ding doen. Dus, before. Klaar! Oké. Mijn pa zou me dus brengen, maar dat gaat nu niet door. Omdat mijn moeder met mijn opa en oma gezellig naar Kranenbroek is. En ik dus thuis ben met mijn pa. En er moet iemand bij de dieren blijven. Dus mijn pa die blijft hier. Ik ga zo meteen gewoon lekker zelf naar stage toe. Ze zijn net weggereden. Ik heb ze uitgezwaaid. Ze moesten allemaal lachen. Ik drink even koffie op. Ik heb buikpijn. Ja, buikkrampen. Dus ik heb het idee dat dit te maken heeft met verstopping. Want ik ben al, weet ik het, hoe lang niet meer geweest. Dus ik ga zo even een pilletje innemen tegen de buikpijn. Dan ga ik zo lekker richting Starsje. Ik vind trouwens met de laatste hoek mijn make-up te jongens. I love it. Ik vind het zo leuk. Het staat veel netter, het staat veel beter. Ik ben er heel blij mee. Ik ga even een paar pilletjes innemen en dan ga ik richting Starsje. En dan hebben we weer een tussendienst die waarschijnlijk niet heel veel boeiend is. Maar het nadeel is dan wel dat als ik vanavond thuis kom, moet ik gelijk gaan slapen. Want dan moet ik morgen weer om 5:00 mijn bed uit. Dus ja, het wordt best wel kort dag, maar komt goed. In ieder geval, is it what it is?
Ik zat heel stiekem te denken om vandaag en morgen samen te koppelen, zeg maar. Maar ik denk, nee, weet je, ik ga vanavond gewoon even gauw editen. Zo lang zal de video vast niet zijn. Dus komt wel helemaal goed. Mijn laptop staat in ieder geval boven de oplader. Die neem ik ook niet mee, want ik heb hem gisteren ook niet gebruikt. Jee, mag die koffie is heet. Oeh, gewoon mijn koffie om. Dus ja, ik heb niet heel veel te vertellen, maar ik ben goed uitgerust, dat wel. Wat heb ik trouwens aan vandaag? Ik heb mijn Link in Bio shirt aan, ik heb een grijs vestje aan, blauwe broek en mijn witte Converse en ik heb een kniekous aan vandaag. Gisteren had ik dat niet, nu wel. Toch best wel last van mijn knie, dus hopelijk komt het goed. Ik zal mijn heuptasje nog even pakken. En dan gaan we zo meteen lekker stage lopen. Ik heb er wel zin in. Goed, en ik ben lekker onderweg naar stage. Ik zag net in één keer op de bus-app dat de bus in één keer een stuk eerder komt. Dus ik dacht, oh nee, rennen. Ik ben nu op een iets sneller tempo aan het lopen naar de bus. In de hoop dat ik hem niet mis, anders moet ik doorlopen naar de metro. Maar ja, in ieder geval, ik heb het gevoel alsof ik oranje ben. Dat valt volgens mij hartstikke mee. Maar goed, in ieder geval onderweg naar, naar school nu. Ik heb er wel lekker zin in. Lekker weer even werken. Ik werk vanavond ook met een leuk ploegje. Dus dat is ook wel weer heel erg fijn. Dus ja, we gaan op naar school. Ik heb dat plusje tasje weer bij me. Ik heb geen drinken bij. Ik heb ook geen laptop bij me. Ik gebruik het op zich allemaal niet. Dat moet ik morgen daarentegen wel allemaal mee gaan nemen. En morgen heb ik een gesprek op stage. Hoe alles nu nog moet en wat ik nu nog moet doen enzovoort enzovoort. Het busje gaat hier net langs. Ik hoop dat hij nog niet de andere kant op is geweest, anders ga ik hem missen. Goed, ik sta nu dus bij de bushalte. Het busje achter mijn dikke midden. En ik wacht nu tot ik in deze bus kan op 3 minuten. En dan zijn we op stage. Ik zit in de bus. De bus is gewoon 10 minuten te laat. Het is nu precies 11 uur. Ik had al op mijn werk moeten wezen, maar ik ben er niet. Waarom de bus kwam veel te laat? Maar goed, in ieder geval nu in de bus. Met mijn spulletjes. En onderweg. De stage, gelukkig zijn maar 3 haltes. Dus ik ben er gewoon echt wel 3 minuten, 5 minuten over. In 11 ben ik er wel. Maar ja, het is wel vervelend. Maar goed, doen we niks aan. We gaan in ieder geval op naar stage toe. Dus dat is echt stil. Stil. Ik word echt een heel kwaad als ik te laat kom. Ik loop gewoon niet zo snel. Maar ja. Ik sta nog steeds stil. Weer.
Maar goed, op mijn stage. Dan word ik vanavond lekker opgehaald door mijn pa. Dat is wel fijn. En dan snel mijn bed in vanavond. En morgenochtend de dagdienst. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar ik ga gewoon lekker door. Ik ga gewoon lekker mijn best blijven doen. Klaar. Heel veel pijn. Maar wel lekker naar huis. Jee. Goed. Ik kom zojuist thuis en ik vind hele leuke dingen. Een kersttrui die ik van mijn moeder heb gekregen. En dit. En jongens, I love it. Ik ben hier zo blij mee. Kijk dan. Ik heb van mijn moeder een kerstprieltje gekregen met een Eiffeltoren. Die gewoon licht geeft. Hoe leuk is dit? Dit is echt heel tof. Ik ben hier zo ontzettend blij mee. Maar nu heb ik alleen dit ding. Die ik nu dus nergens kwijt kan. Dus meteen dat ik die dekker gewoon hierbovenop zet. Even snel. Zo dus. Kun je ook nog toch iets staan. Maar echt zo leuk. Ik ben echt blij met die kersttrui. Hij is echt heel leuk. En hij is lekker zacht. Echt super blij mee. Die ga ik echt gelijk mooi ophangen in mijn kast. Die gaan we eerst de kerstdag moeten van aan van mijn moeder. Dus oké. Dan ga ik hier niet in gala zitten, maar gewoon in mijn chille kerstdag. Dat kan natuurlijk ook. Oh. Nee, het lopen gaat echt heel rot. Nu weer, helaas. Maar ja. Doen we ook niks aan. Ik heb in ieder geval mijn kleding lekker klaargelegd. Ik doe morgen dit shirtje aan. En ik wou iets zeggen, maar dan ben ik het weer vergeten. Maar goed, in ieder geval. Ik doe morgen dat shirtje aan en de blauwe broek die ik vandaag... Ik weet niet wat ik daar hoorde. Die ik vandaag aan heb gehad, want... Ja, die kan ik gewoon lekker aanhouden. Ik ga me omkleden. En dan ga ik editen. Want dat moet ook gebeuren. En wat moet gebeuren, moet gebeuren. Dus dat gaan we maar gewoon doen. Ik heb mijn nachthemd in ieder geval al liggen. Even editen. En dan ga ik slapen. Het is 8 uur, het is niet laat. Maar morgen moet ik wel weer vroeg op. Goed, dit is niet de meest sexy lighting wat ik nou heb. Maar... Een paar wartjes pakken. Ik ga mijn make-up eraf halen. Dat moet ook gewoon gebeuren natuurlijk. Dat gaan we maar gewoon doen. En dan is dat in ieder geval allemaal eraf. Lekker schoon. Mijn wenkbrauw is bijvoorbeeld altijd heel sterk zitten. Dat vind ik wel een nadeel. Hou ik er trouwens af met deze Olaas gezichtsreinigingstonic. Omdat dit gewoon echt super fijn is. En dat houdt mijn gezicht ook niet heel erg droog. Bah. Top. Dat zit erop. Of tenminste, eraf. Laat ik het zo zeggen. Even mijn gezicht insmeren met de balsem. Dit gebruik ik echt 's ochtends en 's avonds. Normaal heb ik echt allemaal aparte crèmetjes, maar sinds ik dit tegen ben gekomen, echt heerlijk. En je kan het ook niet echt zo, je moet echt eroverheen wrijven, wil je iets aan je vingers hebben. Dus dat vind ik ook wel heel fijn. Het geeft me wel een vettig gevoel, dat wel. Het is niet dat je denkt van het is zo ingetrokken, het blijft wel vettig. Maar dat vind ik ergens ook wel weer fijn. Ik heb namelijk met foundation of poeders toch altijd wel het gevoel alsof mijn huid heel droog is. En dat vind ik vaak wel jammer. Dus ja. Dat is dat. Lekker ingesmeerd. Kleding ligt klaar, spullen liggen klaar. Dit watje hou ik eventjes voor morgen om me. Make-up ding schoon te maken.
uit, deurtje dicht. En ik ga editen. En daarna lekker slaap. Bedankt jullie voor het kijken. Dus video omlaag en omhoog. En ik zie jullie morgen weer.